specialist. Als we kijken naar het aantal meldingen, meldingen in zaken drugs, meldingen in zaken verdachte handelingen, dan is dat een achttal procent van het gans, van het totaal aantal meldingen voor het ganse grondgebied dat afkomstig is van het BIN de List. Dus dat is een verhouding die, denk ik, een gelijkmatige verdeling geeft over het ganse grondgebied. Voor de referteperiode 21 tot en met 23 zijn er 17 procesverbalen opgesteld in zakendrugs, waarvan dat 75% gaat om het gebruik en slechts een drie of viertal feiten over het gebruik van of over het aspect dealen eigenlijk. En er is ook 8% van het totaal aantal PV's dat we hebben opgesteld ten aanzien van drugs op het ganse grondgebied. Het staat in ons zonaal veiligheidsplan ingeschreven. Het is een actiepunt drugs en wij proberen zowel de gebruiker, maar voornamelijk in te zetten op dealen. Gebruikersvatten is iets makkelijker dan het vatten van dealers. Maar met patrouillelocaties, met zichtbare en onzichtbare aanwezigheid, met fietspatrouilles, proberen we ook de wijk De List daar onze antenne voor dit fenomeen toch wel aan te scherpen. We hebben dat een aantal jaren geleden ook gedaan. Dus vanaf dat ik hier een viertal jaar geleden begon, is die problematiek mij ter kennis gebracht. En hebben wij ook een aantal onderzoeken gedaan in die wijk met wisselend positief succes. Maar ik zal zeker niet ontkrachten dat de wijk of de omgeving van de wijk een aantrekkelijke wijk is. Hè, met de nabijheid van Antwerpen, met de nabijheid van invalswegen. De voorstellen die je formuleert, het plaatsen van de muur en het plaatsen van de Friese ruiters, ja, daar kan ik als politiechef weinig over zeggen, omdat dat buiten mijn bevoegdheid valt. Maar ik wil wel mijn inzet blijven leveren aan Wijk De List voor de problematiek drugs. Goed, aansluitend zal ook onze burgemeester hier mee op antwoorden. Maarten? Ja, meneer Van Aken. Allee, twee zaken om mee te beginnen. Dat is nu de derde keer op evenveel gemeenteraden dat onze diensten een uitgebreid antwoord voorbereiden. Er zitten vele uren tijd in en dat u er telkens in slaagt om amper of niet te luisteren en een voorbereide repliek begint af te lezen. Het lijkt mij niet gelaten, maar het lijkt me toch wel de elementaire beleefdheid dat als u een vraag stelt, ook u luistert naar het antwoord. Maar daar doet u mee wat u zelf wil. Maar wat mij toch nog iets grondiger stoort, en ik ga het toch zeggen, misschien is het niet verstandig, maar ik ga het toch doen. Allee, desondanks uw holle woorden van daarnet, dat is nu ook de tweede keer dat u zich op zijn minst minachtend uitlaat over onze politie tijdens openbare vergaderingen. Hè. De eerste keer was er het verwijt dat de politie niks anders doet dan het faciliteren van criminelen op de Raadscommissie Veiligheid. En ook nu weer hetzelfde met uw oproep aan de politie om de inwoners te beschermen en niet, zowaar in hoofdletters, de criminelen, die altijd te laat is de politie, weer in hoofdletters. Alleen meneer Van Aken, mag ik u er even op wijzen dat u een gemeenteraadslid bent van de gemeente Schoten en in die hoedanigheid toch ook wel een voorbeeldfunctie heeft. Hè? Die zaal zit hier vol jonge mensen en ik hoop oprecht dat zij verder volwassen kunnen worden met het nodige respect voor onze hulpdiensten, inclusief de politie. Dus woorden wekken, meneer Van Aken, en voorbeelden strekken. Hè? Dat wou ik hier toch eens even zeggen. En ja, en als die peilingen allemaal kloppen, hè? Is het in 2025 aan u en dan kan u Schoten vol Friese ruiters leggen en elke maand een publieke afranseling van de politie organiseren. Mij allemaal niet gelaten, maar momenteel, voor het zover is, ben ik nog altijd burgemeester. En vraag ik, zowel van onze inwoners als van onze gemeenteraadsleden, op zijn minst toch een klein beetje respect voor onze politie. Dat heb ik even van het hart, want allez, u stelt wel altijd vragen aan ons, maar neem ik ook eens een vraag. Ik zal het onze nieuwe fractieleider stellen. Meneer Boeseke, meneer Van Aken die stelt hier altijd vragen met als aanhef onze Vlaams Belang-fractie enzovoort. Mag ik u nu eens vragen of Vlaams Belang, uw fractie, deze vragen en dan vooral dat misprijzen voor onze politie, dat er toch steeds weer in zit, of dat die dat delen? Of deelt uw fractie eigenlijk het idee van meneer Van Aken dat de politie er vooral is om criminelen te beschermen en te faciliteren enzovoort? Nu zou ik eens aan u die vraag willen stellen, want ik hoor soms andere dingen ook. Mag ik daarmee beginnen, voorzitter? U mag daarmee beginnen. Ja, meneer De Veuster, ja, meneer Van Aken, momentje. Maar meneer Van Aken, u hebt inderdaad geluisterd, net als ik.
En ik rond af wat Maarten de Veus, onze burgemeester, zegt. En u krijgt het wederwoord, maar u moet wel even wachten om een wederwoord te kunnen placeren. Alsjeblieft, meneer Van Aken. Meneer de Veuster, ik heb in mijn betoog gezegd dat ik een warm hart en een fan ben van de politie van Schoten. En ik heb een warm hart voor iedereen die respect heeft voor mij. En ik heb ook respect voor iedereen. Maar uw antwoord vind ik helemaal niet ter zake hier. Helemaal niet, meneer de Veuster. Goed, zijn er nog andere raadsleden die hier willen op aansluiten of mogelijk antwoorden willen geven op vragen die gesteld zijn? Er is een vraag inderdaad aan Piet gesteld, maar het is aan Piet om te antwoorden, ja of nee. Hè? Ik bedoel, je hem niet verplichten tot antwoorden. Als hij niet wenst te antwoorden, is dat zijn goed recht. Ja, de burgemeester heeft mij rechtstreeks een vraag gesteld. Onze commentaren, wat er gebeurt, zijn altijd collectief namens de ganse fractie. Dat wil ik toch wel even duidelijk maken. Goed, dankjewel. Dat is een duidelijk antwoord.